middenmidden. Ja. Van het aansluiten op. En wat kom je dan doen? Iets opzoeken of een boek uitlenen? Wat doe jij? Een boek lenen? En jij? Een boek lenen. Nou, ik kom naar soms heel. Soms? En iets opzoeken of iets lenen? Een boek lenen, een boek lenen. Wie komt er voor cd's naar de bibliotheek? Hoe doen wij zoiets? Ja, terug. Als jullie nu een boek kiezen, hè, neem dan een boekplankje. En als je het niet leuk vindt, kijk hè, ik ga een ander kiezen. Ja, maar. Mag dat? Nee. Wat moet ik daarmee doen? Maar ik ga jullie straks wel in de ogen of jullie alles terug netjes steken, hè? Dat gaan wij doen, hè, mannen. Het boek goed? Mooi op zijn plaats als je denkt, ik ga het toch niet nemen, hè? En lees eens de korte inhoud om te zien of het u interesseert, ja of nee. Of een schrijver die je al kent, waar je een vorig boek van gelezen hebt dat je leuk vond. Dat zijn historische verhalen en toch spannend. Mijn vader... Misschien de volgende keer als we komen, dat dan een keer uitlegt dat ze moeten werken met een computer. Want ja. Voor hen is dat eigenlijk volgend jaar. Ja, gaan ze al naar het middelbaar en dan hebben ze dan toch al wel eens nodig. Hè? De slang. Het gaat over de slang dus. Hè. In dit boek wordt de ontwikkeling van de slang van ei tot volwassenen dier gevolgd. Ja, maar ik denk nog niet dat de spelling zo aangepast is dat ze de boeken nu al direct allemaal moeten vernieuwen hoor, jongen. Ananas vouwt vliegtuigjes van de blaadjes waar de sommen op staan en zo stuurt ze haar werk naar de juf. Plotseling staat ze tijdens de les op om Alexander te zoenen. Midden op zijn mond, tot hij helemaal rood is. Alleen maar om te weten hoe dat gaat, zoenen. En, hoe is het, vraagt de juf. Maar dat vertelt Ananas nog niet. Wat denk je? Nee. Ik denk nee? Je mag één die kiezen die je het liefste hebt, mag je meenemen. En na bus komt Rachmaier. Je mag bijten, daar! En nu ben ik groene kikker. Zo, alsjeblieft. Nee, die heeft ze nog niet getekend. Nog niet getekend? Nee, nee, nee. Oh ja, het was omdat het papiertje er juist uitkwam. Hè? Alle scholen werden hiervoor aangesproken. In juni van vorig jaar hebben we even samen gezeten met de directies. Om te kijken wie geïnteresseerd is en hoe dat het praktisch zou verlopen. Vanaf 4 oktober is het busvervoer effectief gestart. Dit resulteert erin dat er 1800 leerlingen hiervan gebruik maken en dus met de bus naar de bibliotheek komen en teruggebracht worden naar de school.